Yes, my best friend. <laughs> Forever. <laughs> Dat zegt Yukinari Sugawara over dit shirt. Het shirt waarin hij de afgelopen Interlandperiode zijn debuut voor het nationale elftal maakte. Yukinari, congratulations. How are you feeling? Uh, dank je wel. Uh, ik ben blij. <laughs> Just finished. <laughs> uh, I'm uh, really, really happy to be a part of this uh, Japanese. Het Japan-nationale team. Yeah, when I was ik jong uh, uh, was, wilde ik een nationale team zijn. En ik wilde met deze shirts. Mijn familie was ook heel erg blij. Dus deze shirt zijn mijn grootste treasure. Sugawara werd voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Japan, maar zag zijn debuut niet 1-2-3 aankomen. Het eerste against tegen Cameroon. De uh, trainers uh, called me. Kamoyuki, let's go. <laughs> the hour Can you tell me what was going on in your head the, when you, the moment you entered the pitch? I don't remember because uh, uh, my, uh, it was my dream. So I don't even know what to say with words. What happened you when spoke you spoke with your parents about your debut? Uh, we couldn't score, only chat. But I imagine uh, they're uh, uh, crying, <laughs> I think. Um, I also wanted to see, I wanted to play in front of my parents. Yeah, but now it's a difficult situation with quarantine. So, yeah, but it's a uh, big news, and uh, good news for parents. Yeah, they must be super proud of you. <laughs> Thanks. So.